We zijn hier op een informatieavond van de N308, de Zuiderzeestraatweg, die ze gaan renoveren, zeg maar. Bij mij staat Jacques Pleiter, makelaar. Jacques, als je dat nou zo ziet, denk je dat het allemaal mooier erop gaat worden? Nou, als ik dat zo gauw overzien kan, dan zeg ik van ja, ze zullen dat niet voor niks doen. De bedoeling zal toch zijn dat alles beter wordt. En met name het centrum van Oldebroek is heel belangrijk dat dat verbeterd wordt. En dat kan trouwens al gauw, want het is thans nogal gevaarlijk. Vrij smal en ook voor de fietsers is het wel nodig dat daar een verandering komt. Ja. Nou ben je eigenlijk hier eentje van hier, zeg maar. Ik heb me net laten vertellen dat in de gemeente Oldebroek die huizen vrij dicht langs de weg staan. Hoe is dat ooit vroeger gekomen? Ja, dat is een lintbebouwing van heel vroeger. En ja, toen waren er nog niet zoveel auto's. Mijn grootouders die woonden ook aan de Zuiderzeestraatweg. Die woonden waar nu het fietspad is, daar nog overheen. Ze woonden dat oude huisje van Jacob Esselink, dat stond gewoon tot aan de rijweg. En er waren meer van die oude boerderijen. Er is er nog één voor het dorp Oldebroek, staat er ook één, zo pal aan het fietspad. Dat is één van de laatste. Maar vroeger was dat heel normaal. Ja, maar dat is dan hier eigenlijk meer, het valt hier meer op dan als je dus terugkijkt richting Nunspeet en Harderwijk. Daar heb je veel meer de huizen vanaf de weg staan. Ja, hoe dat gekomen is, dat zou ik niet weten. Nee. En als je dus naar Weesup, Hattemerbroek gaat, dan staan ze ook weer verder van de weg af. Dus het is eigenlijk een soort zwanenhals, de gemeente Oldebroek. De kern Oldebroek dan? Ja, de kern zeker. Daar staan ze vrij dicht allemaal aan de weg. Dat ja. Klopt. Ook bijvoorbeeld, kijk maar naar Van Stoudam, de garage en de benzinepomp. Staat ook pal aan de weg. Ja. Zou je eigenlijk ook gepleit hebben voor een rondweg dan? Of zoiets dergelijks? Het komt er wel niet, maar die strijd is gestreden. Maar zou je daar niet liever voor gaan? Ik vind het heel verschrikkelijk jammer dat die rondweg daar niet komt. Ik zat zelf in de raad in de jaren 80. We hebben toen als fractie een voorstel gedaan om de rondweg mee te beginnen. Er zijn onderzoeken geweest. En ik weet nog dat er toen een begroting was van zo'n 7 naar 800.000 gulden. En ik hoor hard ook nog zeggen, Pleiter, dat zullen de middenstanders je niet in dank afnemen als je hier je hart voor maakt. Want kijk maar naar Heino, daar hebben ze ook een rondweg. En de middenstanders die zijn er helemaal niet gelukkig mee. Maar als je nu komt in Heino, zijn ze er dolgelukkig mee. Want nu trekt het passanten aan, nu trekt het winkelend publiek aan. En dat hebben we in Oldebroek niet. Het is ontzettend jammer dat we geen rondweg hebben. Nee. Eigenlijk zou je dus, we kunnen dus niet anders meer. We kunnen alleen maar over deze Zuiderzeestraatweg. Zou je eigenlijk een luwgebied moeten hebben voor fietsers en voetgangers? Eigenlijk een soort achterom. Paadje of zo. Ja, maar dat is ook ontzettend duur. Dan kun je gelijk net zo goed een rondweg maken. Want die fietsers die willen ook winkels kijken. Dat kun je voor de middenstanders is dat niet goed. En je kan geen luw fietspad maken in de kom van Oldebroek. Want ja, vandaar wat we net al zeiden. De huizen en de winkels staan vrij dicht op de weg. En dat kun je niet veranderen. Dus de auto's die moeten achterlangs. En de fietsers in het dorp zelf. Ja, nou, dat is een strijd die we dus nooit kunnen winnen, want dat mag niet meer. Dat gaat niet meer. Trouwens, die rondweg, het zou misschien wel gekund hebben. Was die rondweg geweest bij het harde, de rotonde, het harde naar de grote weg A28. Dan hadden we misschien een kans kunnen maken. Ja, inderdaad. Ja. Maar ik vind het ontzettend jammer dat dat weer helemaal stil ligt. Oldebroek was er enorm bij gebaat om haar rondweg. Maar ik vraag me, waarom kan dat nou niet? Want als je ziet in Weesup, de kosten keren, ligt daar bij HVO, dat hele terrein, ligt daar een rondweg.
veel, veel meer meters dan in de kom van Oldebroek. En dat kan daar wel. Ja, ja, ik heb er geen verklaring voor. Ik ook niet. Goed, we gaan nog even verder kijken. In ieder geval bedankt. Ja. Bij mij staat projectmanager Ben van Ginkel. Ben, hartelijk welkom. We staan hier bij plan fase 2 van de Zuiderzeestraatweg die gerenoveerd gaat worden of op de schop gaat. Plan fase 1, dat is het centrum. Plan fase 2, wat is dat en waar is dat? Ja, dat is het gedeelte eigenlijk na de kom. En dat is eigenlijk het eigenlijk een wegvak. Hier staat dat aangegeven op de tekening waar we ongeveer zitten. Het is vanaf de Oude Dijk. Dat is van de Oude Dijk? Van de Oude Dijk naar de? Verlengde Loweg. Dat is dus... Het is de Verlengde Loweg. Ja, Oude Dijk. Dus dit stuk? Ja. En gaat die dan helemaal dicht? Die wordt afgesloten in fase 2. En dat is tussen 29 april en 13 mei. En wat gaat er dan gebeuren? Hij gaat op de schop. En wat gaan we dan doen? Hoofdzakelijk wordt er asfaltonderhoud gepleegd. Er wordt een drempel aangelegd en in het fietspad ter hoogte van een bushalte. En verder eigenlijk alleen maar onderhoud. Zijn drempels nog in? Nou, drempels in een hoofdrijbaan waar 80 wordt gereden niet natuurlijk. Maar ter hoogte van een fietspad willen we altijd dat de voetgangers over een fietspad oversteken. En dat die op gelijke niveau zitten als met het perron. En daar wordt meestal een drempel aangelegd. Ja. Nou ben ik geen goede kaartlezer, maar ik zie hier dubbele strepen op staan. Wat betekent dat? De nieuwe wegmarkering voor 80 kilometer wegen die bestaat uit dubbele middenafstrepen. En aan de buitenkant een onderbroken streep. Dan krijg ik dat groene vlakje binnenin? Nee, dat is voor een 100 kilometer weg. Okay. Het worden dus twee onderbroken strepen van 15 centimeter breed. Die zijn 9 meter lang en 1 meter zit er tussenruimte tussen. Ja, maar die krijgen niet een speciale kleur? Nee. Kan de provincie makkelijk uit de voeten met alles op de schop nemen? Heb je ruimte genoeg? Nee, voor de projecten kunnen we geen gronden aankopen. Dus in dit project proberen we het in de bestaande ruimte van de weg, proberen we de oplossingen af te ronden. Dus. En lukt dat? Nou, we kunnen natuurlijk niet alles oplossen, maar we proberen zoveel mogelijk knelpunten die we hebben gevonden op te lossen. Nou is hier een informatiebijeenkomst. Krijg je ook nog kritische vragen over de hele situatie van de wegen? Nou, we worden voornamelijk de mensen vragen veel rondom hun eigen huis, op hun eigen wegvak wat er gebeurt. Mensen zien op sommige tekeningen voor het eerst zeg maar, de wijzigingen die er worden uitgevoerd. Bebouwde kom, de Oldebroek is natuurlijk al eerder geweest. Dat is, op zich is dat gewoon hetzelfde wat er op de vorige avond ook is getoond. Dus daar zijn geen verschillen, maar op de tussen Oldebroek en de snelweg wel. Ja. Nou is het daar erg druk bij die de kom van Oldebroek. Heel veel mensen die vergapen zich eraan. Ik weet niet wat van heel erg leuk is om daar te zien. Maar wat is nou het belangrijkste in de kom Oldebroek? Is er veiligheid? Nou, de kom van Oldebroek wordt verlengd in noordelijke richting. Dus er komt een gedeelte van de kom wat nu nog 80 is, wordt 50 gemaakt. En dat is eigenlijk een lang gekoesterde wens, ook van de gemeente. Dus die wordt nu ook uitgevoerd. Ja. En dat is eigenlijk de grootste verandering. Het bestaande gedeelte van de bebouwde kom Oldebroek, daar wordt eigenlijk hoofdzakelijk onderhoud gepleegd. Nou zijn er in het verleden best wel ongelukken gebeurd, met dodelijke afloop. Wordt er ook nog iets aan de veiligheid gedaan? Wordt er nog iets gedaan aan verkeerslichten of andere mogelijkheden? Nee, er wordt niks aan verkeerslichten gedaan. Die op zich, verkeerslichten, ja, dat... Het belemmert, het gaat wat langzamer dan, hè? Nee, maar de ruimte is natuurlijk beperkt ook voor verkeerslichten. We hebben hier wel gekeken naar wat oversteekbaarheid. Daar hebben we gekeken of daar wat verbeteringen aan te passen. Maar alles moet binnen het ruimtebeslag van de weg. Nou heb ik me laten vertellen dat in Oldebroek de huizen allemaal vrij dicht aan de weg zitten. Heb je ook een idee hoe dat is gekomen vanuit vroeger? Nee, ik heb geen historische kennis. Nee, Oldebroek is eigenlijk zo'n soort zwanenhal, zeg maar, een wegvernauwing. Of zie ik dat verkeerd? Oh ja, het is lintbebouwing wat langs een weg komt. En dat... Ja, maar dat heb je in wezen. Ja, maar goed, ik ben niet voldoende daarvan op de hoogte, nee.
Zijn er nog belangrijke facetten? Het wordt 18 maart gaan jullie beginnen. Ja. Hoe lang wordt het in Oldebroek de kern vast opgebroken? Nou, de kern die wordt in een aantal fases worden die uitgevoerd. Dan wordt een fase 18 maart beginnen we. Dan krijgen we een afsluiting van een aantal weken. Dat staat allemaal aangegeven op de tekeningen. Dat kunt u ook zien straks op de website van de provincie. Er wordt afgesloten en sommige gedeeltes die worden in de nacht uitgevoerd. Om zo snel mogelijk het wegvak weer vrij te geven voor het verkeer. Dat is ook uitdrukkelijk in een voortraject. De ondernemers van Oldebroek hebben vorig jaar heel lang last gehad van de werkzaamheden. Hebben met ons contact gelegd of er mogelijkheden waren of we dat konden verbeteren. En in samenspraak met hun hebben we gekeken welke fasering zij het liefst hadden. En zij hadden de voorkeur voor deze fasering. Dus we hebben ook een beetje duidelijk geluisterd naar de ondernemers om de overlast tot een minimum te beperken. Ja, overlast heeft iedereen. We proberen dat te beperken. Ja. Maar goed, nachtelijke uren zeg je, dat betekent communiceren met de mensen. Want als je dus niks weet en in één keer ga je 's nachts met een grote graafmachine aan het werk of een asfalteermachine, dan word je niet vrolijk. Nee, en daarom hebben we deze avond ook georganiseerd. Mensen kunnen hier informatie opvragen. De aannemer is hier aanwezig. Ook de opzichters en de projectleider van de uitvoering is hier aanwezig. Vandaar ook dat we deze avond ook georganiseerd hebben van wat we gaan doen en hoe we het gaan doen. Dus. Maar als het nou bijvoorbeeld in de nachtelijke uren, worden die mensen na die tijd nog persoonlijk geïnformeerd van de aanwonenden, zeg maar? Ik neem aan dat mijn collega's van uitvoering een huis-aan-huisbrief zullen doen waarin de fasering nog een keer wordt weergegeven. En waar de mensen dus precies weten van nou die nachten, dan wordt er gewerkt. Ik weet niet wat voor werkzaamheden het zullen zijn, want ja, nachten bestaan uit avond- en nachtwerk. Hè. De nacht begint bij ons meestal om 7 uur 's avonds na de spits. Nou ja, tussen 7 uur 's avonds en 10 uur 's avonds bijvoorbeeld zou kunnen zijn dat er wat meer lawaai is dan misschien de latere nacht. Maar dat zullen mijn collega's duidelijk. Nou gaan jullie op 18 maart beginnen. Is dat een bewuste keus? Had het niet eerder gekund bijvoorbeeld? Nee, je kunt niet eigenlijk eerder beginnen dan 18 maart in verband met de weersomstandigheden. Je moet eerst er komt ook geluidsreducerend asfalt. Nou, dat vergt een bepaalde tijd van het jaar dat je mee mag beginnen. Koude nachten. Ja, we zeggen altijd, we beginnen het liefst na 18 maart met de werkzaamheden. Zodat het eigenlijk de weersinvloeden wat minder zijn dan als je wat eerder begint. Kijk maar nu, als je nu zou beginnen, dan zou je al met sneeuw zitten. En dan zou je dus niet op de weg bezig zijn, terwijl je toch een afsluiting hebt. Ja, dat willen we niet. Goed, ik wil u bedanken voor de informatie. Ik wens u nog een hele goede en een fijne avond en heel veel succes. Ja, dank u wel. Ja, werken ze hier ook wel met het weekend door? Nee, in het weekend doen we hier niets. We moeten alles door de week doen. Op de dag tussen 7 en 7 in principe. En in de weekenden mogen we hier ook niet werken. En dat is, vinden wij ook een goede zaak. Er is helemaal niks mis mee. Nee, er is helemaal niks mis mee. Maar u vroeg ook iets over de avonden, geloof ik, toch of niet? Nou ja. De nachten? De nachten ook. En dat hoorden we hier al daarnet. Dat een bepaalde strook zal er wel in de nacht gewerkt worden. Ja, want hier gaan we wel met de kippen op stok natuurlijk, hè? Ja, maar we gaan wel in de nacht aan de gang. Tussen het deel tussen de Menenweg en de Oude Dijk. Daar hebben we 2 weken voor om in 10 nachten moeten we daar het asfalt vervangen. En de inritten voor elkaar maken en de betonstrook in de midden realiseren. Daar hebben we 10 nachten voor. Ja. Maar stel voor dat je nou wat tegen hebt. Hè? Krijgen die mensen allemaal persoonlijk bericht dat je dus gaat beginnen 's nachts? Of ga je zo klakkeloos beginnen? Nee. De mensen krijgen worden geïnformeerd van hey, dan en dan starten we met de werkzaamheden. In principe liggen ze nu vast. Ja, er kan altijd wat zijn door het weer of weet ik wat. Er kan altijd iets zijn. Maar de mensen, vooral de aanwonenden, niet daaromheen. Maar de aanwonenden worden gewoon geïnformeerd van hey, dan en dan gaan we beginnen. Nou, en de rest kunnen ze op de website van de provincie kunnen ze alles zien hoe alles verloopt. Ja. Nu gaat u 18 maart beginnen in het dorp. Ja. En even kijken, 4 juni moet het ongeveer, 7 juni moet het ongeveer klaar zijn. Ja. Is dat een race tegen de klok of valt het mee? Nou, dat is wel een race tegen de klok. Maar dat zijn we gewend. Daar zijn we experts in, hebben ze ons best verteld. Dus dat moet helemaal lukken. Alles moet 's nachts gaan. Ze hebben alleen één voordeel. Ze mogen zondags niet werken. Ja. Maar hoezo? Ik hoorde net van 7 tot 7. Dat is toch overdag? Nee, maar zondags niet. Nee, zondags niet. Maar dan hebben ze ook een rustdag nodig waarschijnlijk. Hè? Want ze moeten ook bijkomen van het werken. Ja, maar bij Amsterdam is dat niet zo, zei hij net.
Nee. Er zijn plekken waar het niet zo is. Nee, goed, maar daarom is het maar goed dat het niet overal zo is. Ja, dan is het ook toch wel wat rustiger om het weekend niet te werken. Want zaterdag werk je wel of niet? In principe hier niet. Maar mocht door reden dat we zeggen van hey, we krijgen het werk niet af, ja, is dat wel een uitloop natuurlijk. Van hey, ja, dan misschien zaterdag wel iets moeten doen. Dat zou kunnen. Ja. En is de overlast erg groot voor de mensen aanwonenden? Ja, u heeft overlast. U kunt behalve dat? Ja, we kunnen zoveel mogelijk proberen dat de mensen thuis kunnen komen. We houden even rekening mee met ophalen van vuilcontainers, dat soort zaken. Proberen we zoveel mogelijk te regelen. Nou, op de dag komen de verkeersregelaars te staan die de mensen doorsturen. Dus de aanwoners thuis kunnen komen. Alleen ja, op een gegeven moment ben je met het asfalt bezig. Ja, dan heb je overlast en kun je er gewoon niet bij. Het is gewoon 1 of 2 dagen, dat kan. Ja. Nou, dan worden mensen van tevoren netjes, krijgen ze een berichtje van die en die dag. Kunt u niet thuiskomen? Nou, en dan is het eigenlijk altijd wel, nou, wordt eigenlijk altijd opgelost. Dan geef je ze een hotelaanbieding. Weinig kans. Weinig kans. Ja, een hutje op de hei. Ja, ja, ja. Okay, okay. Maar ja. Als we met die werkzaamheden dan aan de straat bezig zijn, kunnen we dan ook nog voor nood over het rijwielpad met de auto om thuis te komen? Ja, daar zijn we wat voorzichtig mee, want er zitten fietsers op natuurlijk. Dus op een gegeven moment kunnen we auto's overheen sturen. Maar ja, als je maar niet zo hard gaat. Nee, maar dat is toch altijd gevaarlijk. Als iemand aanrijdt, dat kun je niet hebben natuurlijk. Dus wij proberen zoveel mogelijk dat we één zijde van de weg daar langs kunnen. Want we moeten zelf met ons eigen werkverkeer moeten we er ook over. Dus we hebben zelf hetzelfde probleem. Zou je dat willen over het fietspad rijden dan? Nou, als het voor nood niet anders kan. Je kunt je auto toch wel even ergens neerzetten. Dan kun je toch even een stukje lopen. Maar liever niet dat ik meer dan 1 kilometer moet lopen. Maar zo ver zal het niet. Hou maar dan op die kilometer. Dat is goed, dan houden we dan 1 kilometer. 999 meter. Ja, prima. Ja. Fietspaden die worden ook gedaan? Ja, die worden ook gedeeltelijk. Niet alle stukken. Het wordt niet helemaal tot aan de 28. De zoveel mogelijk gemaakt. En dan de rijweg, die wordt de laatste 400 meter voor de 28. Dan stoppen we met het vervangen van de rijweg. Het laatste stuk dat is dat vernieuwd, hè? Ja, dan sluiten we op aan. Ja. En zoals de bus dan, waar moet die langs? De bus die gaat hier af, of in de kom in ieder geval. En vanaf de Menenweg tot de Oude Dijk, daarvoor moeten we 's nachts aan de gang, blijft de bus erop. Dus om 7 uur 's avonds gaat die dicht. En dan de bus die blijft erop tot 11:30 's avonds. En dan is de bus volgens mij dan de laatste lijn. Nou, en dan moeten we dus gauw. Verderop kan die er wel langs? Nee, de bus gaat er voor de rest overal af. Wat zeg je? De bus gaat er voor de rest overal af. In ieder geval bedankt voor de informatie en veel succes. Van hetzelfde. Met de heer Dikhoff en de heer Stoudam. Meneer Dikhoff, wat vindt u van de Oldebroek op de schop? Nou, ik vind dat er wel hiaten in zijn. Want onderaan hadden we graag gezien dat er bij de Stoudamsweg een zebra kwam. Een? Een zebrapad kwam. En ik heb dat gevraagd en de mensen zeggen ja, dat is schijnveilig, een zebrapad. Maar dan vraag ik me af, waarom zou die bij de kerk zo'n zebrapad, die is dus ook schijnveilig. En Doornspink hebben ze 2, die verklaren ze dus ook schijnveilig. Waarom, als we het beleid hebben dat een zebrapad schijnveilig is, dan moeten ze nergens in toepassen. En dan vind ik het, of je doet het, of je zegt alles is schijnveilig. Dus dan vond ik het heel leuk dat daar, of heel goed dat er bij de Stalnaarsweg een zebrapad komt. Want die mensen die invalide zijn, slechte been zijn, blind zijn, hoe komen die aan de andere kant? Ik heb geen idee. Nee, ik ook niet. Dat is wachten. Als het druk is. In die periode dat de mensen weer komen in daar. Ja. Ik vind dat, nee. En dan zeg ik, parkeerplaatsen zie ik dat er heel wat minder is. Parkeerplaatsen in het dorp zelf? Ja, ik weet niet, ik heb het nog niet goed van op de hoogte kunnen stellen, maar ik vermoed, zoals ik nu zie, dat er veel minder parkeerplaatsen komen. Ja. Maar ja, dan heb je wel wat meer ruimte door te stromen natuurlijk. Ja, maar want je hebt parkeerplaatsen aan de achterkant. Je hebt het bij het nieuwe winkelcentrum, zeg maar. En aan de kant waar Fase zit, zeg maar, modefase. Dus wat dat betreft, daar heb je toch ruimte genoeg. Ja, maar de mensen moeten dan veel verder lopen. De mensen in Oldebroek die zijn gewend voor de deur.
Dat is geen stadscentrum. Daar willen ze nog een keer voor een winkel in de stad, willen ze een keer 50 meter lopen. Maar dat is bij ons in het dorp is voor de deur. Dat is, Ja, ik kan het wel begrijpen, maar als hij nou om de eigen veiligheid doet dan, kunnen ze dan ook begrijpen dat het dus anders wordt? Ik kan best blijven dat er aan de veiligheid dat er wat ingeleverd moet worden. Dat kan ik. Maar als u zegt doorstromen, dat wil zeggen dat ze sneller gaan. En dat vind ik dan weer niet zo veilig. Nee, sneller mag het niet, hè? Want je mag niet harder dan 30 waarschijnlijk, want het zal allemaal 30 kilometer gebied worden. Ik weet niet, ik meen dat het 50 was. Ja. 50 was. Dat was het nu ook, alleen nu wordt de grens wordt verlegd van 50 kilometer. Die gaat dus voorbij de Meerenweg. En tussen de Meerenweg en de Stonersweg wordt allemaal 50 nu. Dat vind ik dan een stuk veiliger op worden. Hoewel, ik vind zelf ook om bij je thuis te komen, dan moet je toch een eind meer 50 rijden. Ja, gaat allemaal een beetje. We leven er daarop in. Ja. Deelt u die mening dat je dus minder parkeerplaatsen krijgt in het centrum? Ik heb het nog niet helemaal goed kunnen bekijken, want het was heel erg druk. En zo gaan ze wat meer vertellen dan aan de ondernemers, zeg maar. Dan is het ook iets rustiger en dan hoop ik inderdaad dat ze uitleggen dat er niet ingeleverd wordt op parkeerplaatsen. Want dat is natuurlijk voor ondernemers wel heel belangrijk dat mensen de auto kwijt kunnen. Maar wat ik zeg, die parkeerplaatsen, daar ben je dus ook niet blij mee? Dat ze dus iets verder moeten lopen voor de winkels? Ja, mij maakt het niet uit, maar het is wel zo dat mensen die rijden het liefst de zaak binnen, zeg maar. Dan zou je andere ingangen moeten maken? Ja, precies. Ja, drive-in winkels. Een soort McDonald's? Ja, zoiets. Ja. Maar goed, als je dat zo bekijkt, 18 maart gaan ze beginnen. Dat betekent dus 6 weken benzinepomp gewoon sluiten. Ja, ze hebben wel gezegd dat die toegankelijk is via de Stationsweg. En dan oversteken via het parkeerterrein van Vaassen en dan achter ons pand om naar de pomp. Dus, dat is wel een omweg, hè? Ja, precies. Het is een beetje kruip door, sluip door en hoeveel mensen gaan daar gebruik van maken. Dus ik verwacht toch wel behoorlijk strop in dit geval. Ja, nou ben ik ook een klein beetje goed ingelicht, want ik hoorde dat ondernemers ook in die periode speciale acties gaan voeren. Doe je ook mee of niet? Nee. Benzine tegen extra goedkope prijzen? Laten we dat maar niet doen, anders blijft er helemaal niks over. Nou ja, in ieder geval toch nieuwe auto's? Ja, nou, ja. Nee, er worden heel weinig nieuwe auto's verkocht. Okay. Dus, nee, maar even alle gekheid op een stokje. Maar acties, doen jullie daar nog iets aan als winkeliers onderling? Nou, waarschijnlijk zijn er wel winkeliers die dat doen. En er wordt wel over nagedacht inderdaad om toch mensen naar Oldebroek te krijgen. Ja, voor ons als garage en tankstation is dat niet zo, zijn dat niet van die nuttige acties. Nee. Je doet dus niet meteen mee. Is het een grote verliespost die komende 6 weken dat je dan eigenlijk weinig of geen klanten langs de deur heen krijgt? Jazeker, ja. Want ook met een tankstation heb je heel veel passerende klanten die eventjes langskomen, even tanken. En die gaan nu allemaal over de A28, dus die mis je allemaal. Ja, want ik zat net even op een kaartje te kijken. Het grootste gedeelte wordt om Oldebroek heen geleid. Dus ja, met Pasen, zeg maar, heb je niet echt een extra bron van inkomsten. Nee. Ik heb wel ook kaartjes gezien hoe de mensen omgeleid worden. Maar die heb ik nog niet goed kunnen bestuderen hoe dat allemaal werkt. Denk je dat er nog een actie ondernemen valt of zo om dat tegen te gaan? Nee, dat gaat gewoon door. Dat is gepland en dat moet gebeuren. En het zal gebeuren en we moeten gewoon over ons heen laten komen. Ja. Dat is wel erg makkelijk, hè? Ja. Het is gewoon niet anders. Ik ben niet helemaal met je regeling eens. Ik vind dat het beter gekund wordt door in bepaalde stukken klaar te maken. En bijvoorbeeld de Meerenweg los te houden en de Westerweg. Ja, dat gebeurt niet. Dan wordt er totaal niet naar de ondernemers geluisterd. En de inbreng, ja, ik heb het gevoel dat er helemaal geen inbreng is. We worden nu allemaal voorgelegd, maar je hebt niks te vertellen. Nee. Maar zometeen is er een speciale bijeenkomst voor de ondernemers, zeg maar. Dus daar zou je dus dan nog eens een keer de wensen kunnen kenbaar maken. Ja, ik hoop dat dat komt. En dat ze ook een beetje naar ons willen luisteren. Want ik vind dat ze onnodig, die middentandschade. Want er zijn andere, betere manieren om dat verkeer om te leiden.
Is het dan eigenlijk, als ik het goed begrijp, een soort achter het bureau bedenken en het gewoon maar uitvoeren? Ik heb het idee dat het nu een beetje goedkoper is in één keer te doen. Maar de kosten worden zo bij de winkeliers gelegd. En dan zeg ik, nou, jullie knappen die straat op, dat doen jullie voor ons. Maar neem jullie ook eens wat extra kosten op je bord. Door extra verkeersmaatregelen te nemen, dat Oldebroek beter bereikbaar is. Ik weet dat het kost geld, maar je moet niet alles bij de middenstand neerleggen. Nee. Dat vind ik niet nodig. Nee, dat is waar. Nou zit ik met één groot probleem, want de gemeente Oldebroek, de kern Oldebroek zeg maar, daar staan de huizen eigenlijk vrij dicht tegen de weg aan. Als je dus richting Doornspijk gaat, dan staan ze allemaal veel verder af. Hè? De winkel in die dorpen, Wezep en Hattemerbroek ook. Hoe komt het dat het in Oldebroek zo dicht aan de weg gefaseerd zit? Heb je daar een idee over? Eén van jullie tweeën? Ja, dat is van oudsher. Is dat al zo? Ja, nee, zover was ik al. Maar hoe komt het van oudsher dan? Dat die weg hier zo aangelegd is? Ja. Dat weet ik niet. Ze hadden vroeger al een trambaan hier en toen werden de huizen veel vlakker op de weg gebouwd. Doornspijk heeft ook meer ruimte en zijn de woningen verder van de weg gebouwd. Ja, dat is hier van oudsher, dat zeg ik al. Dan gaan de mensen niet verder van de weg afbouwen. Hoe gaat de gemeente die rooilijnen zelf vaststelt, dat doen de mensen niet. De gemeente stelt die rooilijnen vast. En dan wordt dan gebouwd, dan moet dan gebouwd worden. Dus hadden wij vroeger een makkelijke gemeente dan? Een gemeentebestuur dat makkelijk was om die rooilijnen... Die gemeente heeft niet op tijd ingegrepen. En de gemeente, daar zijn de raadsleden, die moeten het voor het zeggen hebben. Er is nooit iemand geweest die daar acht op geslagen heeft en gezegd... Nou, we moeten iets ruimer zijn in Oldebroek. Het gevolg ervan is dat nooit iemand ingegrepen heeft, dat nu die weg te smal is. Dat klopt. Ik denk het wel, ja. Van oudsher is Oldebroek lintbebouwing en ja, dat hebben ze op andere plekken misschien net iets anders gehanteerd. Ja, maar als ik dan toch zo bij de benzinepomp kijk, dan sta je aardig van de weg af. Ja, wij hadden gelukkig de ruimte. Toen daar ooit gebouwd werd, is er rekening mee gehouden dat de garage in erachter ging en dat de pomp er op een x-moment nog weer voor kon. Maar ja, een heleboel van die oude huizen staan inderdaad pal aan de weg. En je ziet wel, als er een keer wat nieuws gebouwd wordt, dat er dan ook wel een paar meter naar achter gebouwd wordt. Ja, want het trottoir, dat is eigenlijk een krim, zeg maar, want dat is er bijna niet. Ja, nou ja, toen ik in de ondernemersvereniging zat, toen werd de Zuiderzeestraatweg, zeg maar, door fietsers en wandelaars beoordeeld met een 4 en een 4,5. En ik heb niet de indruk dat dit nu het cijfer op gaat vijzelen tot een 6 of 6,5. Ik denk dat het dan ophoudt. Ja, nou ja, dat is nog niet, dat is net voldoende, zeg maar. Ja. Het is geen schoonheidsprijs. Nee, maar... En... Zeker niet, nee, zeker niet, want ik weet nog vroeger dat Van Putten, dat was een textielhandel en die stond nog een heel eind de weg op en die hebben ze een pand vernieuwd en daar staat nu verder naar achter. Maar de evangelische boekwinkel staat ook ver op de weg. Ja. Zondags, als je naar de kerk gaat, lopen over dat pad, word je bijna van dat voetpad gereden daar. Ze gaan langs je broekpijp en nou de vouw uit de broek. Ze rijden bijna de vouw uit de broek daar. Veel succes en veel sterkte gewenst. Ook veel sterkte gewenst met de verbouwing en dat het allemaal op de schop gaat. Ja, goed zo, bedankt. Okay, succes. Bedankt,